Dit is echt heel dichtbij. Ik kon er niks aan. Oh, cute! Cute! You can jump that far, right? Oh, no, no, no. Bamba yetu Yulie Mbengune Hina. Een hele goedemorgen, welkom bij weer een gloednieuwe dag. Vandaag is... oh jeetje, vandaag is woensdag. En over een half uurtje gaan we alweer op safari. Het is nog vroeg, het is 7 uur 's ochtends. Het is best wel frisjes, maar dat is ook wel normaal, heb ik me laten vertellen. Waarschijnlijk breekt vanmiddag weer de zon door en dan is het lekker warm. Ik heb mijn safari outfit aan zoals je kunt zien. Legergroene blouse, mijn beige broek en mijn zwarte gimpen. Wat ik fijn vind van hier is dat ik nog geen één keer gebeten ben door mug. Of één keer, maar dat was richting het vliegveld. En sindsdien eigenlijk niet. Ik heb voor de zekerheid toch dit lelijke bandje om. Want als het goed is, zorgt dit ervoor dat de muggen uit mijn buurt blijven. Oké, we beginnen met een light breakfast. En dan als we terugkomen van de jeep ride, hebben we een echt ontbijtje. Dus ik ga vast even wat nemen. Wat hebben we hier allemaal? Jam, kaas... fruit. Oh lekker, daar ga ik wat van nemen. Dit ziet eruit als sap, yoghurt, cereals, brood. Eigenlijk staat altijd ontbijt er al, zie ik zeg. Jeetje, lekker. Het is hier wel vroeg licht, hè? Hoe laat wordt het licht hier? Nou, vanmorgen 6 uur was het licht, hoor. Ja, precies. And there are a lot of hippos. It's very dangerous. They're very territorial and very protective over their offspring, their young. So that's where this conflict is mainly happening. Not more like going hunt a human, but it'll, if it bumps into people, you know, it can be quite dangerous. Oh, dit is echt heel dichtbij. Oh mijn god. Ik ga een beetje minder de zijkant. Oh mijn god. Zijn ze ons niet aan het bedreigen? We zijn nu enorm aan het stijgen en het uitzicht is echt geweldig. We hebben zo alleen één probleempje en dat is dat ik super naar zee moet. Van al het gewobbel. Ik weet niet hoe we dat nu gaan doen, want ik vind het toch een beetje risky om mijn broek naar beneden te trekken en in mijn blote billen met al die leeuwen te gaan zitten plassen. Impressive. Jammer dat het op de camera niet zo goed overkomt. Hier een hele Starbucks klaargemaakt. Oké, ik ga nu wild plassen. En ik moet... dit is pas echt wild plassen. Ik moet nu een stukje naar beneden lopen tot ik hun niet meer kan zien. Dat vind ik best wel eng. Oh, als hier toch ineens een leeuw of zo is. Jeetje mineetje. Even kijken. Oké, nu kan ik ze niet meer zien. Ik ga gewoon hier. Ik kon er niks aan. Oh mijn god, dat heb ik opgegeten. Eigenlijk best wel risky. Wordt me gewoon gezegd, ja ga maar naar beneden, want we weten het is bijna zeker dat daar geen beesten zijn. Ik hou jullie even vast. Mocht het misgaan, dan weten jullie dat ik van jullie hou. Oeh. De berg waar we nu op zitten, die gaat dus helemaal door naar Ethiopië. Dus dat kan ik ook weer van mijn bucketlist afstrepen. 5000 kilometer. 5000 kilometer. Zit dit op je bucketlist? Nou ja, nu wel. Nu kan ik hem afstrepen. Ik heb hem er zojuist aan toegevoegd. Dit is dus waar mijn huisje zit. En kijk even waar de giraffen lopen. Vlak naast de deur. Terug op het resort. Het lijkt erop dat de zon een beetje door begint te breken. Ik moet nog ontbijten. Of nou ja, voor de tweede keer ontbijten. Maar ik ga eerst even mijn laptop ophalen. Want ik moet een interview afmaken voor de metro. Zo, ik heb hier een bakje yoghurt met krusli, ananas en jam. De ananas is een beetje riskant. Want ik krijg daar nog wel eens buikpijn van. Maar de komende 2 uur zijn we hier. Dus ik denk dat het wel mee zal vallen. Zo, het is inmiddels 10 voor half 1. En ik ga even een dutje doen. Super moe. Gelukkig ligt het bed heerlijk. Oké, ik ben inmiddels ontwaakt, maar ik werd vandaag vermoeider wakker dan dat ik erin ging. Oh, dat is zo naar als je moe uit een dutje komt. Ik zit hier op het lichtbed, want ik kwam Het huisje zit daar en ik kwam er tot hier. Ach, ik ben zo moe. En daar zitten mensen te eten. Het ziet er nou uit dat er al lunch is, maar ik heb helemaal nog geen honger. Deze mensen eten elke 2 uur. Oh, Hey kleintjes. Hey. Totaal niet bang. Kijk nou. Doet niks. Beweegt zich niet. Wow, kijk daar zit de hagedis. Maar kijk even wat ik hier vind. Ik heb nog nooit zo'n dikke tor gezien. Getsie. Oké, ik ga maar eens kijken wat er te eten is. Want straks ben ik weer de enige met honger. Wauw, wauw, wauw. Kijk waar ik tegenaan loop. Dit is denk ik de beste kaastafel die ik gezien heb. Terwijl ik hier zo loop met de hekken aan die kant, krijg ik ineens een gevoel alsof ik een soort van in The Walking Dead zit. Zo moet dat voelen. Dat je nergens uit kan en je weet dat er allemaal dodelijke wezens op je wachten buiten. Ik ga hem even omkleden en dan gaan we op zoek naar olifanten. Ik denk dat van alle dieren die er zijn, dat ik het liefst olifanten zie. Dus ik heb er heel veel zin in. Ik ga me iets warmer aankleden, want vandaag is best wel een frisse dag. En als de zon eenmaal onder is, dan koelt het echt heel erg af. We zijn al best wel een tijdje op zoek naar olifanten. Oh, sorry. No, you can continue. Awkward. Oh, je vlogging. I'm vlogging, ja. Yeah. Maar het grappige is dus, die beesten zijn zo groot. Maar ze zijn het moeilijkst te vinden. Ze schijnen zich heel goed te kunnen camoufleren. Ik ben benieuwd of we er nog eentje tegenkomen. Dat zou ik wel heel graag willen. Onze rangers zien dus aan die plekken waar geen gras zit, dat daar dus een olifant is geweest. Maar dit zijn blijkbaar geen recente voetstappen. Dus we moeten de andere kant op. Ze zijn nu op zoek naar een aanwijzing waar dat stomme beest kan zijn. Ik zou hier dus nooit van mijn leven kunnen draaien. Ik kan niet eens file parkeren in Amsterdam. Dus een krokodil, hebben we net horen gekregen, kan dus tot wel 6 maanden zonder eten overleven. En zijn hartslag verlaagt dan naar 6 slagen per minuut. 6 slagen per minuut. Oh, dit vind ik wel erg dicht bij het water. Straks zit er een onder. Can you see the one that's... Yes, there's another one over there, right? Yeah, or is it the same? Moving. There's one moving though. Oh, those doggies. Yeah. They won't be eaten, right? Both crocodiles are in the water now. 2 in het water. Oh, wat eng. What's their breath balance? It's something like 40 minutes, eh? Yeah. 40 minutes they can go underwater and they can hold their breath. 40 minutes? And they've replaced, they've adapted, instead of having a tongue, they have made a flap in their throat so that they can close. Flap. They close the back of their throats with what used to be their tongue. That's what really evolved. For those of you that know, when a crocodile catches its prey, it does what we call a death roll. Because they can't actually chew underwater, they roll and they rip pieces off and then they grab it and they swallow it. But that gula flap, okay, it closes up so that while they're doing this death roll, water doesn't go in and it doesn't drown. Oh. So the flap actually closes and then when they swallow, opens, food goes in. Where is it? Oh, stand up, eh? Yeah, it's right there. Oh my god. Oh, it's dead. Or it's not dead at all. It's no. Dead. Is it... Cute! Cute? Yeah, it's a lovely one. Yeah. No, it's a cute spider, it's but it jumps. It's a sausage. Jumping spider. Yeah. So this is a salsicida. Both failed epically. He can jump that far, right? Oh no. He can jump far? Mm. What did you call it? What was he called? The one of the video? Lucas! Ja, hebben jullie die video gezien? Die animatievideo van dat spinnetje Lucas? Nou, dat is dus deze spin. Hij is best wel schattig. Hij is harig. Maar ik hoop niet dat hij springt. Ik ga snel weer zitten, thank you. Hey, Majid! Is toch wel eens een player, Milesi? Mina jij support, Rotwa. Zimbo Kalibalia, jij support, Mitina Sanaan. Ja, ze bevat goed in Nangang. Mina jij goed. Bier, gezelligheid en een zonsondergang. Als dat niet perfect is, jongens, dan weet ik het ook niet meer. Cheers! Hello. Hello. Thank you very much. Oké, ik ben weer thuis. Ik ga heel even snel, oh wat zie ik eruit, douchen en me klaarmaken. Want over 20 minuten gaan we gezellig met z'n allen dineren. En ik wil er iets, ja, fatsoenlijker uitzien. Oké, ready. Die wimper-extensions zijn echt ideaal. Het enige wat ik hier hoef te doen als ik me een beetje wil optutten is een beetje bronzing en mijn lippenstift. Ik heb me een beetje opgemaakt, zover dat kan. Een jurk van Naked met mijn zwarte Nike legging onderaan, maar dat zie je niet. Het is nog steeds safari-stijl, maar iets netter. Nou, we zijn aangekomen bij het tweede salon weer. En als het goed is gaan we, geef niet, gaan we aan de overkant dineren. We beginnen met een tomatensoep. Het hoofdgerecht wordt weer genieten van een buffet. En het ziet er allemaal heel goed uit. Oeh, stoofpotjes. Dit kan ik helaas niet eten. Oh, er is ook een groentestoofpotje. Nou, geweldig. Ze hebben super gezonde opties, merk ik. Ik heb hier rijst met tomatensaus, een stoofpotje van veggies en een salade. En als laatste, als toetje, een chocolade brownie met karamelsaus. Ik heb lopen knijpen en dat zie je nu. Oké, guys, ik ga jullie gedag zeggen. Morgen gaat de wekker om 5 uur. En het is nu 11 uur, dus dat wordt een leuk kort nachtje. Ik hoop dat ik snel in slaap kom. Het was weer een hele leuke dag en ik kan niet wachten om erachter te komen wat morgen te bieden heeft. Dankjewel voor het kijken en tot morgen.